Als Joris kennis maakt met Gerard en Jantina, staan ze te wachten op hun dochter uit Florida, die daar woont. Zelf richting Amerika is geen optie, aangezien Gerard Alzheimer heeft. In het fragment uit 2018 vertelt Jantina dat ze heel blij is dat hun dochter naar huis komt, al is ze ook ontzettend bang dat Gerard haar niet meer herkent. Terwijl Jantina haar tranen niet kan bedwingen, komt het bij haar man allemaal niet zo binnen. See you later alligator, after while crocodile, blijft hij maar herhalen. In de afgelopen 4 jaar hebben Jantina en de Joris contact gehouden. Mede dankzij haar openheid is de ziekte van Alzheimer meer bespreekbaar geworden. Gerard is inmiddels overleden als de presentator haar voor de special opzoekt. Ik wil niet volschieten, maar het gebeurt toch, vertelt Jantina. Gerard was en is haar grote liefde. Als Joris vervolgens vraagt hoe het na de opnames op Schiphol met Gerard ging, legt ze uit dat het onmogelijk was hem thuis te houden. Het was zo verschrikkelijk vermoeiend. Dus hij is naar een verzorgingstehuis gegaan. Hoewel ze hem elke dag enorm mist, is Jantina ervan overtuigd hem weer te zien. Ik wacht op hem. Ik hou zelfs zijn kostuums in de kast voor als hij terugkomt en plotseling achter de deur staat, dat maakt me een beetje blij.